Maar het echte probleem moet je eerst identificeren. En wat bleek? Dat er een grote groep van Surinamers er is, die in feite jaren al ingediend hebben. Ze hebben grondaanvraag jaren ingediend. En van hun wordt niet behandeld, maar ze zien wel dat mensen die afgelopen jaren hebben ingediend, maanden hebben ingediend, die beginnen te krijgen. Dat is frustratie en ontevredenheid nummer 1. Dus begin al die oude aanvragen te gaan zoeken. En dat geef voor nu uit. En ik kan u zeggen, ik heb gevallen in Nikeri meegemaakt. Na 35 jaar hebben ze een stukje perceel gehad. 35 jaar lang hebben ze gewacht. Dan hebben ze gehad, maar voor u pas 11 gewacht. 35 jaar. Maar geef even aan hoe groot die groep is en hoe lang ze wachten. Die groep wordt nu bediend. Dan heb je een groep die gekocht heeft. Eerlijke Surinamers die een stukje perceel gekocht hebben. En die percelen kunnen simpelweg niet officieel overgedragen worden. Want ze zitten vast bij de notarissen. Ze wachten op GBB-toestemming. En inmiddels verstrijken er 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaren. En de mensen hebben ervoor betaald. We hebben dat laten onderzoeken. En toen bleek zo'n grote achterstand. En als wij aan die minister en haar team zouden vragen, gaat dat oplossen? Gaat het zo misschien nog 4, 5, 6 jaren duren. Dus dat is niet de oplossing. We hebben naar de wet gekeken. En we hebben naar die mogelijkheden gekeken. En die mogelijkheid was dat de minister een algemene beschikking maakt. Dat al deze percelen rechtstreeks met machtiging door de notarissen overgedragen kunnen worden. U mag uw perceel, u kan nu naar de notaris gaan. En nu al overdragen. Zonder GWB. Alleen moet die notaris wel aan de GWB zeggen, luister, dit perceel is al inmiddels officieel overgedragen. Klaar, einde show. En de minister zorgt ervoor dat geregistreerd wordt daar weglis. Dat is nu ook opgelost. Alleen moeten de mensen wel gaan. Want straks gaan ze jouw pres, je kunt je papier aan dat. Toch? Dat is weer niet de bedoeling. Een ander probleem is namelijk, en dat is een voorbeeld van dit gebied. Namelijk gebieden met agrarische bestemming. Tuinbouw. Daar hebben 40, 50 jaar geleden, ook mijn ouders hoor, die hebben een stukje perceel gehad. En wat was de bedoeling van het perceel? Landbouw. Ik weet niet of jullie weten, maar vroeger werd in het district Wanica ook rijst geplant. Ik heb rijst geplant. Als kleine jongen. Met pranarisi. Dus iedereen kreeg 5, 6, 7, 10 hectare landbouw. Maar gaandeweg gaan delen van de landbouw weg, rijstbouw is er niet meer in, maar ook andere delen gaan weg. Wat krijg je? Op de percelen gaat men bouwen. Gezinnen van 3, 4, 5, 11, 12, 15 kinderen. Ik kom in een gezin van 9 kinderen. Maar wat moet je doen? Die ouders willen het verdelen, maar die mogelijkheid is er niet. Probeer het. Je wordt gek. Van alle wetten, alle regelingen en alle verkavelingsdingen en allerlei geweldige dingen. Frustratie. Maar een enorme behoefte bij de samenleving. Want als je dit probleem oplost, gaan die kinderen en die kleinkinderen van die ouders niet meer aankloppen bij GWB, geef me een stukje grond. Want ik heb al. Mijn ouders hebben al 5, 6, 7, 18 hectare. Verdeel dat. Dat is nu wat ingezet wordt. Alleen is het daar ministerie van GBB betrokken. Daar is minister van OW betrokken als het gaat om verkaveling. Daar moeten de landmeters laten komen. En alle voorbereidingen zijn al getroffen. Ik denk dat het nog 2 weken zal duren. Komt deze beschikking ook uit dat de notaris zelfstandig al deze familiepercelen met die beschikking van minister OW en GBW kan verdelen met een officiële status.
Maar we willen ook een beetje zekerheid voor haar. Na tendens die persoon maar vrede dat dat grong ook goed dadelijk. Daarom kom ik straks terug, want ik ben ook bang aan dat het. Geef de mensen zekerheid. En welke zekerheid is de beste zekerheid? Wat is de beste zekerheid voor grond? Eigendom. Geef de mensen de zekerheid van eigendom. Daar hebben ze zekerheid. En iedereen blijft van zijn kleine en lange vinger vanaf. En dat deel van grondconversie duurt een beetje lang. Daar in DNA. En afgelopen weken heb ik met deskundigen gesproken. Die gaan over grond, grondhuur, erfpacht, huur, status, notarissen. En ze hebben ze precies en luister. Lieve grondconversie. Een keertje wordt het goedgekeurd daar zo. Hier is een staatsbesluit. U bent bevoegd als president. U bent bevoegd om grond te converteren naar eigendom als het gaat om grond tot 2500 vierkante meter. En dat zijn de meeste hier. De meeste hier. Tussen 500.000 en 1500. We hebben alle deskundigen laten komen. En we hebben woensdag beslist dat die beschikking uitkomt. De minister heeft opdracht gehad om een staatsbesluit te presenteren aanstaande woensdag in de regeringsraad. En ik hoop dat het één keer goed is. Maar laten we nog een weekje erbij zetten voor advies van de staatsraad. Dan hebben we binnen 2 à 3 weken... een staatsbesluit waar de president alle personen die een stukje grondhuur hebben met een verzoek de grond kan omzetten naar eigendom. Die waarde stijgt direct. Jouw hypotheek stijgt direct. Dat wordt ook opgelost. Met betrekking, dus wat is gaan gebeuren? Daar moet er meer voorlichting komen. Dus de eerste gronden van grondhuur die zijn 40 jaar geleden uitgegeven. En de eerste erfpachtgronden, die zijn 70 jaar geleden uitgegeven. Wat gebeurt er? Niemand zit thuis naar zijn grondpapieren te kijken. En die gronden, grondhuur van 40 jaar geleden, die vervallen nu. Die erfpachtdingen van de eerste dag van 7, die vervallen nu. Dus heel wat mensen weten het niet. Dat die zaken vervallen, of dat ze al vervallen zijn. Maar daar bij GBB is er een groep met een vergrootglas. Ze ailuku, ze verval en ze pakken af. Plotseling was stichting Groenvervoer waar je kon. En pakt je perceel af. Op kabinet hebben we de volgende beslissingen genomen. Er is een onderzoeksteam sinds maanden. Dat team moet alle zaken onderzoeken. En de president laat een paar dingen direct doen. Minister, deze dingen moeten onmiddellijk teruggedraaid worden. Meneer Gourdial staat daar zo. Hij kan zeggen, zijn perceel heeft hij teruggekregen. Teruggedraaid. Alle andere percelen waar er nog een beetje juridisch bekeken wordt. Want geven is makkelijk. Maar intrekken gaat een beetje moeilijker. Want die intrekkersgronden zijn genoemd. Daar heb ik als president beslist. En vandaag ga ik 12 presidentiële besluiten tekenen. Al die uitgiften van die gronden, die zullen met een presidentieel besluit opgeschort worden. Waardoor ze geen status meer gaan hebben. Zodat al die zaken... Want je zei die grijpzaam. Dus zodra ze de president gaan intrekken, rennen ze om hypotheek te vestigen. Ik heb een potentiële koper gehad die het perceel van meneer Gourdial zou kopen. We zijn bij hem gegaan. Baie snel, want press out ticking. Out trekken in. Ja, dit zijn roverspraktijken. Het zijn roverspraktijken. Die dit uithalen. Snel in wat stichting. Zeer snel. Pot hypotheek. Wang aan money. En je laat de regering met het probleem zitten. Je laat het volk met het probleem zitten. Dat zijn geen oprechte mensen. Dat zijn geen Surinamers. Ik heb minister gevraagd.
dit moet juridisch goed opgelost worden. En we hebben gisteren al oplossing gevonden. Vandaag gaat er een brief van de president naar de minister. Dat geen enkel perceel dat nu vervalt, of het nou erfpacht is of grondhuur, overgedragen mag worden aan personen buiten de groep van rechthebbenden. Want die rechthebbenden weten niet dat vervalt. Dus ik doe alles voor zorgen dat die veiligheidskleppen er zijn. Maar het mag niet zo zijn dat de president elke dag zoveel maatregelen moet treffen om het goed te laten gaan. Dus daar hebben we gezegd, er moeten structurele maatregelen komen naar het ministerie van GBB. En volgt u die ontwikkeling de komende dagen. Er komt een totale reorganisatie daar bij het ministerie van GBB. Een totale reorganisatie. Binnenkort gaat u merken. Alles zal moeten veranderen. Want ik heb ook de minister laten komen. De minister heeft gezegd, ja maar president, kijk u, ik krijg deze rapporten. Wel, ik heb het hele dossier nodig. En alle rapporten die valselijk zijn opgemaakt door grondinspecteurs, die gaan naar de procureur-generaal. Laat ze daar ter verantwoording geroepen worden. En als ze de bak in moeten, laat ze de bak in gaan. Asansarino is al genoeg. En uiteraard zijn we ook politiek bezig om te kijken welke politieke consequenties nog zullen volgen. Dat ik aan Libgimi. Dat ik aan Libgimi. Jullie hebben mijn toon al gevolgd. Jullie hebben mijn boodschap al gevolgd. We gaan het niet meer accepteren. Dat Surinamers daar jaren wachten op een stukje grond. En dat men daar op een slinkse wijze hun gronden afpakt. We gaan vervoeren niet goed praten. Maar stel je voor, ik ben af van die Potwan Stichting. En je zou eerlijk gaan bouwen. Dan nog zo is het Migado. Inderdaad, had die persoon nodig om te gaan bouwen. Laten we iets anders voor die andere man gaan zoeken. Nee, dat is het niet. Die intentie is voor make money. En we gaan niet meer accepteren. Het is al genoeg. Net zoals we dat gedaan hadden. Met het Sabaku project. Met presentieel besluit. Alles geblokkeerd. En 140 percelen zijn nu vrijgekomen. En die worden verdeeld aan personen met een beperking. De personen die bij Ruma zitten. Alleenstaande moeders die geen huis hebben. Jongeren die geen huis hebben. Die krijgen die percelen. Daar zo mensen die het dringend nodig hebben om te kunnen bouwen. Mijn mensen, met deze mededeling hoop ik dat daar waar er nog een beetje vrees is, je las je grond. Dat je groeit, ik geef je vandaag één garantie. Ik ga niet rusten totdat het laatste perceel dat afgepakt is, teruggegeven zal worden. En als we naar de rechter ervoor moeten gaan, dan gaan we naar de rechter. Maar we gaan het teruggeven. God bless you. Thank you.